In Nederland is per 1 september 2012 de nieuwe algemene maximumsnelheid 130 km per uur. Als er een andere maximumsnelheid van toepassing is, staat dit aangegeven op borden. We krijgen veel signalen dat er een hoop onduidelijkheid is over de juiste snelheid. Maar is het nou echt zo onduidelijk? Ja, in principe is het inderdaad overal 130, maar we hebben wel te maken met een aantal randvoorwaarden die ervoor zorgen dat we niet overal 130 kunnen rijden. De eerste keer dat die 130 geldt, maken we dat zichtbaar met een bord. En alle afwijkende snelheden, zoals 120 en 100 en 80, die borden worden ook na iedere toerit worden ze herhaald. En alle snelheden worden ook met hectometerbordjes aangegeven waarop de maximumsnelheid staat. Het tijdvenster dat geeft de tijdsperiode aan waarin de snelheidsbeperking geldt. Dus als we een bord 100 zien met een tijdsvenster van 6 tot 7 uur 's avonds, dan geldt die snelheidsbeperking van 100 in die tijdsperiode. En buiten die tijdsperiode, dus vanaf 7 uur 's avonds tot de volgende morgen 6 uur, geldt er dan 130. En hetzelfde verhaal geldt eigenlijk voor de 120 km per uur. Dat zijn dezelfde type borden. Dus ook in dat tijdvenster geldt de snelheidsbeperking van 120 km per uur. En daarbuiten mag je dan 130. Maar in de spits is er weer wat anders aan de hand. Ja, de groene pijlen geven zeg maar bij een open spitsstrook aan welke rijstroken bereikbaar zijn. En alle spitsstrookpanelen, die verdraaibare borden, die geven nu zowel bij open spitsstrook als bij gesloten spitsstrook de goede maximumsnelheid aan. Gaat er in de toekomst nog meer veranderen? Je zult zeg maar in de toekomst zien dat er steeds meer trajecten omhoog gaan in snelheid, steeds langere trajecten ook. Dus daardoor wordt het beeld minder wisselend op de weg qua maximumsnelheden. Wat we ook gaan doen is kijken of we de maximumsnelheid nadrukkelijk op het navigatiesysteem kunnen krijgen. Treden we daarin overleg met navigatiesystemenleveranciers. En we zullen ook gebruik maken van dit soort gelegenheden om meer uitleg te geven over de maximumsnelheden, hoe mensen daarmee om kunnen gaan. Als mensen iedere dag hetzelfde traject rijden en ze hebben daar onzekerheid over, dan kunnen ze ook de website van Rijkswaterstaat raadplegen. Daar staan een aantal kaarten op met de geldende maximumsnelheden, zowel in de dagperiode als in de nachtperiode.